Ik ben Eline van Berendonk, werkzaam als persoonlijk begeleider in de gehandicaptenzorg. Binnen de woonvoorziening waar ik werk, daar is het verschillend in hoe we met cliënten eten. Sommige cliënten eten één op één, dus met één persoon begeleiding erbij. Daarnaast, want die hebben bijvoorbeeld vanuit logopedie een slikprotocol opgelegd gekregen, omdat ze anders te veel hun eten proppen. Dus daar moeten echt hun eten in kleine porties aangereikt worden. Daar zit dan altijd een begeleider langs om het in hapje voor hapje aan te bieden. En de cliënten met wie wij wel gezamenlijk kunnen eten, daar gaan wij gezamenlijk mee eten. Daar gaan letterlijk de pannen op tafel en proberen we het zo huiselijk mogelijk te maken door samen op te scheppen en te doen. Dat wisselt echt per cliënt. Waar mogelijk spelen cliënten een rol bij het maken van het eten. Wij nemen 5 dagen in de week voeding af van de centrale keuken die bij ons op het terrein zit. En dat wordt dan sous vide warm gemaakt. Daar maken wij 5 dagen in de week gebruik van. Dan is er 1 dag in de week dat we natuurlijk frietjes eten. En de andere dag proberen we zelf te koken. En de cliënten die het aankunnen, die kunnen daarbij helpen door bijvoorbeeld een aardappel in stukjes te snijden of een wortel in stukjes te snijden. Degenen die dat aankunnen, die laten we zeker helpen. De veiligheid speelt wel een extra rol. We kijken uiteraard ook naar hoe zit de cliënt er op dit moment bij. Kan hij het aan? Kan hij of zij het aan om vandaag te helpen? Is de cliënt onrustig? Dan gaan we uiteraard geen messen geven om daarmee te helpen. En dan wordt de keuze gemaakt van oké, vandaag koken wij. En volgende keer kijken we weer of dat jij die hierin kan ondersteunen. Onze instelling die zorgt inderdaad zoveel mogelijk voor een gezonde maaltijd. En daarin wordt ook gekeken, hè, wat heeft de cliënt nodig. Sommigen hebben natriumarme voeding nodig bijvoorbeeld. En er zijn dan ook nog wel cliënten waar een diëtist betrokken is, die dan nog een voedingsbeleid uitschrijft, omdat de cliënt moet afvallen of juist moet aankomen. Waardoor er dan weer extra dingen of minder dingen besteld worden. Maar binnen onze doelgroep is het zo dat wij als begeleiding de keus maken wat we bestellen qua voeding. En de cliënten die daar wel iets over kunnen zeggen, die laten we wel eens kiezen van hey, volgende week hebben we nog de woensdag open. Wat zou je die dag graag willen eten? En dan kijken we wat er mogelijk is om daar iets van te bestellen.